Op het platteland zijn in de keten geen PlayStations of Wii-spelletjes te vinden. Ook in het Drentse Dalerveen houden ze van puur natuur. De jongens en meiden verzinnen op en rond de boerderij altijd de meest bizarre dingen om te doen. Ze gebruiken voor hun vertier trekkers, banken en caravans. En het moet steeds wilder. Ook voor vandaag hebben de vrienden weer wat nieuws bedacht. Je doet gewoon dingen waar je normaal nergens kunt doen. Ja, en dat is wel mooi. Dat is mooi eraan. En bedoel, wij schieten er achter de trekker. Ja, dat zie je nooit. Dat doe je normaal ook nooit. Ja, daar kunnen we een plank achter de trekker aan doen en erop staan. Dus doen ze ook wel eens met een stuk ja, rubber. Dan kun je dan noemen ze een vliegend tapijt en achter de trekker aan. Over de weiland heen. Dan kunnen we weer omplanken. Dan kun je kijken wat er was. Ja, dat doe je eigenlijk uit verveling. Eenmaal op weg naar de sloot voor het waterskiën blijkt de verleiding van zo'n plaat achter de tractor niet te weerstaan. Nou, eentje die even wat in de kap, die gaat op de plank staan, dan ga eerst ook een stukje over gras heen. Nou, we gingen er gewoon op staan en die trekker die trekt je vooruit en dan proberen om erop te blijven staan. En dan steeds een stukje harder, zeg maar. Nou, we gingen eerst over het land en kijken als het touw alles wel hield, maar dat bleek eerst niet. Wanneer zo'n plaat dan en hadden we wat te dun touw? Ja, het touw was een beetje verstaft, want het knapte hele tijd. Nou, en toen later wat dikke touw opgehaald. Nou, en toen gingen we gewoon erop staan en dan met de trekker gewoon rijden, zeg maar. Ja, we staan dan zo op de platen en we proberen nou om erop te blijven staan. Of je houdt elkaar vast. Ja, om blijven staan. Proberen om recht overeind dus blijven staan en niet eraf halen. Om elkaar een beetje proberen eraf te drukken, wat dan ook. Mag je dan niet zo hard, je doet meestal niet zo vaak, zeg maar. Ja, ik weet niet als het iets gekker gaat, maar het giet wel aan roeren. Dat wel. Nou, en we stonden erop, geel mensen stonden we met z'n drieën erop en dan sprongen in eraf. Nou, en dan gaat die plank helemaal bij zitten, dus ja, dan val je. Ik ben het zelf niet, en dat scheelt al een stuk mooier. Als iemand anders een plekje, dus veel mooier dan hij zelf bent, hè?